Hollandse gezelligheid, daar draait het allemaal om bij de 150-jaar campagne van Heineken. Met een uh, waar charme-offensief, gefocust op de lokale cultuur en bierconsumptiemomenten, wacht Denso Heineken weer bij de Nederlanders. Genomineerd voor de Amma Beste Mediastrategie zijn Heineken en Densoe. Anita, welkom. Dankjewel. Bierdrinker of wijndrinker? Allebei, maar een biertje is heerlijk. Is gezellig ook, Absolute. toch? Absoluut. Ja, want daar draait het ook meteen om. De Hollandse, de Nederlandse gezelligheid. Precies, Want als iemand vraagt biertje, dan weet je dat het gezellig wordt. Ja, zo is het wel, toch? Dat was de bedoeling ook van de campagne, om dat weer eens een keer neer te zetten. De ja. focus. Ja, we hebben met, echt met deze campagne een stuk positiviteit willen terugbrengen bij het Heinekenmerk. Uh, we zagen de jaren wat daling. zeker in meaningfulness. Hertog Jan was aan het groeien. Het werd minder in de regio. En zeker met de uh, reputatieschade vanuit uh, Rusland en de statiegelddebakel wilden we echt laten zien dat het bij Heineken helemaal draait om die positiviteit, die gezelligheid en dat het een oerhondelsmerk is. Ja. Dus we willen het echt weer terugbrengen naar de Nederlanders door die binding tussen Heineken en de Nederlanders te gaan versterken. Ja. Dus dat was het doel. Ja. Dan komt de aanpak. Vertel. Uh, we hebben ons eigenlijk helemaal laten leiden door de prachtige quote van Freddy Heineken: mm -hmm. Ik verkoop geen bier, ik verkoop gezelligheid. En die hebben we ook echt centraal gezet in onze media-aanpak. Ja, want waar was de strategie op gebaseerd dan? Die strategie was helemaal gebaseerd op uh, relevantie. Uh -huh. Om echt weer te laten zien dat Heineken voor de, voor de Nederlanders is. Ja, Nederlanders, gezelligheid, dus dat gevoel wil je dan, uh, ja. Wil je dan neerzetten? Hoe, ja, we hoe? hebben echt een campagne is gebouwd vanuit creatief rondom de bijname van Heineken. Uh -huh. En toen we ook vrij vroeg in het proces hoorden dat die bijnamen ook op de flesjes werden gezet. Ja. Ik dacht, hier staat echt iets bijzonders te gaan gebeuren. Dus dat vroeg ook echt om een bijzondere media ja, me En heel vaak ben je als uh, mediapersoon een soort museumdirecteur. Dat je uh, zorgt voor uh, effectief en efficiënt bereik. Maar bij deze campagne hebben we als Mediabureau echt het verschil gemaakt. Uh, we hebben door de uh, mediakeuzes uh, echt uh, die gezelligheid zo dicht bij die Nederlander gebracht. Ja. Er zat een hele forse versterkende laag in de campagne. Uh, waarin alles draaide om die drang naar gezelligheid. En we we uh, helemaal gekeken naar uh, lokale cultuur. Um, wat zijn de lokale biernamen? Wat zijn de bierconsumptiemomenten? Wat zijn de evenementen waarin Heineken relevant is? Mm -hmm. uh, ik heb volgens een enorme diepdijk gemaakt in uh, lokale uh, biermomenten. Oh. Zoals uh, Boeskoel, uh, Leidsonset, Sneekweek. En daar zijn wij ook helemaal omheen gaan zitten. Yeah. Maar ook landelijke momenten, zoals het sponsor van Ik hou van Holland. Waar ook de heineken -names in het verjaardagsspel uh, zaten. Uh, we hebben een podcast uh, gedaan. En daar zitten ook echt heel veel gezellige momenten in. Mm -hmm. um, we hebben op Schiphol uh, gestaan. Om terugkerende uh, vakantiegangers Welkom te zeggen. Van, Welkom thuis, hier is lekker weer, uh, weer Heineken. We zijn met uh, heel da dag en tijdplanning uh, bezig geweest. En uh, we hebben nul op nul geïntegreerd uh, in deze campagne. Waarin we ook echt hebben laten zien. Ook met vrij bier heb je het gewoon heel erg uh, gezellig. Uh, en dat is ook een van de dingen waar Heineken voor staat om echt die acceptatie van 0.0 op gezellige momenten uh, terug te gaan brengen. Mm -hmm. Dus dat daarin te integreren we dat ook uh, helemaal goed, uh, goed aangepakt. Hoeveel bijnamen voor bier kende je al? Want die gingen jullie dus gebruiken inderdaad. Uh, nou, we nou hebben maar daar maar met wat. elkaar best wel over zitten, zitten praten. En we kwamen toch wel echt tot een stuk of tien. Mm -hmm. Maar de belangrijkste bijnaam is natuurlijk landelijk biertje. Mm -hmm. En verder zijn die bijnamen ook wel heel erg uh, regionaal uh, be uh, bepaald. Zoals Goudgele Rakker wordt echt in Randstad uh, gebruikt. Uh, Bierke in Friesland en Pilske in het zuiden. Ja. En daar hebben we ook binnen de campagne mee, uh, mee zitten spelen. Op wat voor manier? Um, dus bijvoorbeeld op de ABRI-campagne hebben we die uh, regionale bijnamen echt uh, de grote focus uh, gehad. Ja, bij Sneekweek uh, was het dan Bierke? Ja, ja, en ook echt met die uitingen die daar rondreed op een mobiele billboard hebben we daar ook op terug laten, laten komen. Ja. En het is natuurlijk, doordat je die namen ziet, komt het meteen een soort... Als je een bijnaam gebruikt ziet worden, geeft dat meteen een soort thuisgevoel ergens kan ik me voorstellen. Ja, ja, en dat is wat we echt met deze campagne ook hebben willen doen, om Heineken echt weer thuis te, te laten brengen. Ja. Ja. Dat Heineken niet die expat is die nooit meer thuis komt. Want de Nederlanders zag Heineken toch een beetje als um, die grote internationale marketingmachine, mm -hmm. uh, waarin de binding met de Nederlanders toch echt wat verder weg was en die moesten we echt weer helemaal terugkrijgen. Dat de Nederlanders ook zeggen dat dat het, het oer-Hollandse merk was. Uh, een belangrijk onderdeel van deze campagne was bijvoorbeeld ook de retail aanpak. Wat ook echt wel een, een, een hele mooi is doorvertaald. Niet alleen op kortingen, maar ook dat op een meaningful manier te doen. Mm -hmm. Zodat het echt betekenisvol is voor de consument. Zoals het samenbrengen van uh, het iconische merk op Heineken met uh, Albert Heijn. Ja. Bijvoorbeeld Bart, de man van Ilse in de supermarktreclames. Daarin ook de koude kletsenkoelkast te uh, introduceren. Ja. Dus alles echt met een vette knipoog naar die Hollandse bierconsumptie. Waarin in alles wat we eigenlijk gedaan hebben, die drang van gezelligheid zo heel erg zat. Koude kletser inderdaad, die was, was ik nog even vergeten. Dat is ook zo'n klassieker, toch? Absoluut. Ja. Vloeibare boterhammen. Ja, hier ja, ja. precies. Ja. Waren er nou uitdagingen die, die jullie onderweg tegenkwamen? Nou, de grootste uitdaging die we eigenlijk hadden met de campagne was um, de daling die de afgelopen vijf jaar ingezet was. Uh -huh. En ook wel uh, wat er gebeurde de paar maanden voordat we gestort waren. Even al kort de reputatieschade die ik benoemde. Ja. Um, dus het uh, charm-offensief wat we moesten gaan brengen was ook echt wel een hele spannend. Dat we niet wisten hoe de Nederlander op zou uh, reageren. Dus een, 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 een goede in een strategie is geweest om een, een pre-launch te gaan doen. Waar we via de socials van Heineken op zoek zijn geweest naar echte Heineken-ambassadeurs. Die vol trots hun Heineken-collectie hebben laten zien. Mm -hmm. En daar hebben we verhalen omheen verteld en die ook juist geplaatst in regionale media. Yeah. Zodat we daarin ook echt konden laten zien van Heineken is van alle Nederlanders. En we begrijpen gewoon heel erg hoe jullie gezelligheidscultuur in elkaar steekt. Ja. En dit is dus wat je dan allemaal neerzet. Dan, gaat, dan, dan bestaat op een gegeven moment zo'n campagne op allerlei terreinen. Uh, hoe zijn de resultaten? Nou, de resultaten zijn echt wel resultaten om uh, trots op te zijn. Uh, we zijn eigenlijk weggestuurd op één hoofddoelstelling. Dat was de meaningfulness uh, verbeteren. Mm -hmm. Dus dat is echt de houding van de Nederlanders ten opzichte van Heineken. Bijvoorbeeld is het een merk die mensen samenbrengt. En dat is eigenlijk een KPI die over langer tijd in beweging komt. En het is ons gelukt om die na vijf maanden al in beweging te krijgen. Oh. En waar ook echt de grootste groei op was ten opzichte van alle KPI's. Oh ja. Waardoor de hele funnel heen heeft de campagne het hartstikke goed gedaan. Ja, want dan heb je van tevoren spreekje met Heineken. En jullie en de andere partners spreken een bepaalde target af. Ja, en dat we ook al zeiden, want het is echt een heel ambitieuze target. Maar we hebben daar gewoon groei op weten te realiseren... nadat er al vijf jaar lang een dalende trend was. Ja, dus je hebt de trend weten om te keren? Ja, om te keren naar groei. Ja. En deze campagne is ook echt een meest mooi voorbeeld... want je ziet eigenlijk dat ons vak steeds uh, meer globalisering heeft... steeds meer internationale campagnes. Mm -hmm. En dit heeft ook zo erg de kracht van lokaal wat hierin zit. Dat maakt deze campagne uniek? Of zit er nog meer aan met, waarvan je zegt... nou, dat is wel echt het unieke van deze campagne? Wat het unieke aan deze campagne vind ik ook echt heel erg... Die, uh, Versterking van uh, de mediakanalen door de juiste context, waar die boodschap zo mee is versterkt. Dat je niet alleen maar de, um, degene bent die de creatieve boodschap distribueert, maar dat je ook door de plek waar we hebben gezeten zo erg het verschil hebt gemaakt. Ja. En ook die uh, koppeling met de evenementen. We hebben bijvoorbeeld uh, grote schermen in Rotterdam gehangen, maar niet gewoon zomer een groot scherm ophangen, maar wel kijken van oh ja, dan is het zomercarnaval. Mm -hmm. Dan weet je dat het gezellig is in de stad. Dus dat is ook een moment waarop we die poster uh, gaan ophangen. Het lijkt me ook een leuke campagne om aan te werken. Want je bent continu met gezelligheid bezig. Het was een wijze leuke campagne. Ja. En wat ik ook leuk vond van deze campagne is dat wij heel intensief hebben samengewerkt met, uh, met de andere partners. Uh, met Boombranke, Creative Agency, uh, We Are First als uh, PR, Newslip, uh, als uh, Influencers en Nieuwslip als PR-Agency. Mm -hmm. En dat we ook echt hebben gebrained met elkaar... van hoe kunnen we het echt een, een campagne maken die het verschil gaat maken. Dan ja. nou zei je net al, het was succesvol omdat we de trend gekeerd hebben. Ja. Zien Hollanders nu... Zien Nederlanders Heineken nu als een Hollands, als een Nederlands biertje? Nou, wat wij gezien hebben aan wat we gemeten hebben... zijn we echt weer in die, in die weg omhoog. Ja. En we hebben echt laten zien, het, is, het gaat om die Nederlandse trots. Want het enige waar Heineken echt die 150-jarige verjaardag vieren. Want dat was eigenlijk het, uh, de reden waarom we deze campagne zijn gestart, was ook in Nederland. Ja. Dus we hebben de Nederland weer trots laten maken op, op Heineken. Ja. Smaakt dit naar meer? Dat bedoel ik niet bier, maar de campagne? Ja, absoluut. Want wat we eigenlijk de afgelopen jaren hebben gezien, was eigenlijk verschillende global campagnes die ook ieder jaar uh, anders waren. Mm -hmm. Wel heel vaak gave campagnes, maar dat toch de consistentie wat minder was. En met deze uh, start en de lift die we hebben gehad, gaan we op deze voet verder. Ja, Heineken Hollands. Ja, maar het echt draait om die gezelligheid. Ja. Heineken is ze... drang naar gezelligheid. Ja. Denk je dat ze bij de Amma's Heineken serveren? Want dan moet je gaan drinken als dus jullie gaan winnen natuurlijk. Absoluut. Vorig ja. jaar was het er, dus ik. Uh, ga gaat het wel. Ja. Waarom gaan jullie die Amma winnen? Waarom moeten jullie die Amma winnen? Um, die allemaal die gaan wij winnen, omdat we media zo prachtig hebben vertaald vanuit het vertrekpunt van Freddy Heineken. Ik verkoop geen bier, ik verkoop gezelligheid. En wij hebben een plan gebouwd wat we helemaal hebben gebouwd om die gezelligheid. We hebben gezeten in, uh, in, in podcasts. In, uh, Ik, hou, Ik hou van Holland. We zijn uh, heel diep gedoken in allerlei lokale evenementen. Um, media is in deze campagne zozeer de versterker geweest. Waar we aapetrots op zijn met apetrotse resultaten. Dankjewel, Anita.